Het is begin jaren 70 als we een kijkje nemen bij de landbouwpraktijkschool Prins Willem in Schoondijken. Daar, aan de rand van het dorp, aan de Prinses Beatrixstraat, staat een van de twee landbouwmechanisatiescholen in Nederland, waar cursisten aanvullend onderricht kunnen volgen in het omgaan met landbouwmachines. De school bezit rond haar gebouwen ruim 6 hectare grond, die gebruikt worden voor de praktijklessen. De leerlingen die hier komen zijn minimaal 16 jaar, want dan pas mag je een trekker besturen. Nederland kent in die tijd de lagere land- en tuinbouwscholen. In het laatste jaar van die opleiding worden de leerlingen voor 1 week naar Schoondijken gestuurd. Zit je op de middelbare landbouwschool, dan ga je gedurende die opleiding 2 of 3 keer naar de landbouwpraktijkschool. Er komen leerlingen vanuit heel Nederland. Het moet maandagmorgen zijn. Dat is de tijd van aankomst van een nieuwe ploeg cursisten. Zij zullen hier de komende week bivakeren en een van de cursussen volgen die de school in de aanbieding heeft. Leerlingen die zich ingeschreven hebben voor de cursus trekkertechniek. In 1 week leren ze hoe je dit onmisbare apparaat moet bedienen en leren ze omgaan met de machines die je aan de trekker kunt koppelen. Het ontstaan en de groei van deze school is nauw verbonden met de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Door de Marshallhulp werd, zeker in het zwaar gehavende Zeeuws-Vlaanderen, in versneld tempo de trekker geïntroduceerd. Maar er bleek een groot gebrek aan juiste kennis over het omgaan met deze nieuwe machines. Naar aanleiding daarvan gingen de verschillende boerenorganisaties over tot het geven van praktijkcursussen. Uiteindelijk leidde deze initiatieven tot het oprichten van een landbouwpraktijkschool. In de jaren 70 gaat het al lang niet meer alleen om het bijbrengen van kennis van de trekker. Zo is er ook aanbod van allerlei technische cursussen, zoals hier de lascursus. Deze cursus wordt onder meer gevolgd door Jan Westdorp. Dat is dan een bekende Zeeuw. In zijn jonge jaren was hij verdienstelijk wielrenner en in 1961 rijdt hij mee in de Tour de France, waar hij in de einduitslag op de 66e plek is terug te vinden. Rechts staat Teun van Katzand, die hier boeren in spee voorlicht over een maaimachine. Hij heeft deze jongen te vergeefs op de vingers getikt. De onderdelen van deze machine zijn heel scherp. Hydrauliek zit ook in het cursusaanbod. Bij steeds meer machines wordt deze techniek in de loop van de jaren toegepast. Voor een juist onderhoud van dit materiaal moet de boer de vereiste kennis in huis hebben. Reinier van het Westende geeft les in de kunst van het motoronderhoud. In de loop der jaren komen er steeds geavanceerder apparaten voor de boeren op de markt. Om de bedrijfsvoering zo economisch mogelijk te kunnen doen, is het niet verwonderlijk dat de moderne boer ervoor zorgt dat hij overal verstand van heeft. Je kunt de boel tenslotte beter zelf onderhouden en repareren in plaats van een dure monteur te laten komen. Omdat de cursisten vanuit het hele land komen, brengen ze ook de nachten in het schoolcomplex door. Gerard Tange is de beheerder van de logeergelegenheid. Behalve voor bed wordt er dagelijks ook gezorgd voor de warme maaltijd. Mevrouw Tange van Dierendonk is een van de medewerkers in de keuken. Het zijn niet alleen Nederlanders die we in Schoondijken treffen. De school heeft nauwe banden met het Internationaal Agrarisch Centrum in Wageningen. Dat doet nogal eens een beroep op de Zeeuwse kennis. Zo treffen we hier cursisten uit ontwikkelingslanden. Maar in die landen werken ze niet met moderne middelen. Vandaar dat er voor deze cursus speciaal trekpaarden van Stoffel van de Velde van Schouwen zijn ingevlogen. De deelnemers krijgen hier les in het omgaan met trekdieren en landbouwwerktuigen. Ingenieur Sipman uit Wageningen geeft uitleg in het Engels. Het zijn echt cursussen op maat die ze daar geven. Voor mensen uit ontwikkelingslanden moeten ze soms verouderde landbouwmachines halen uit het Streek Landbouwmuseum in Heilen.
Regelmatig wordt Schoondijken op deze manier bezocht door mensen uit bijvoorbeeld Mali, Mexico, Egypte en India. Een voorbeeld van het bedienen van een verouderd werktuig, een aardappelrooier. 13 juni 1974. In alle vroegte zijn deze mannen begonnen met het boren van gaten en het plaatsen van vlaggenmasten langs de oprit naar de school. Er wordt vandaag hoog bezoek verwacht. Daar is mevrouw Mogheree Leenhouts, gekleed in de Katzandse dracht. Meneer Almekinders, namens het bestuur van de ZLM. Een licht opgewonden Adrie Schippen, burgemeester van Oostburg. En daar komt de reden voor alle onrust. Niemand minder dan koningin Juliana vereert deze dag de school met een bezoek. Links Van Aartsen, de commissaris van de koningin. Mevrouw Mogheree in dracht is hier niet zomaar. Zij mag de bloemen overhandigen. Dit bezoek is een onderdeel van een tweedaagse trip van de koningin door Zeeuws-Vlaanderen. Volop geïnteresseerd laat ze zich voorlichten over de schoolpraktijken. Enkele leerlingen hebben de eer het beste van hun kunnen hier te laten zien. Meneer Karel Buizen is opgetrommeld om een demonstratie te geven met de zaaiviool. Tussen het zaad in de bak ligt een cadeau voor de majesteit. Bram de Feiter van het schoolbestuur overhandigt het aan de koningin. En wat het is, zullen we niet weten. De chauffeur pakt het weer in en laat het in de kofferbak. Uiteraard vereist zo'n schoolorganisatie flink wat administratie. Een van de medewerkers hier is mevrouw Hollaar, begin jaren 70. Bill Gates is dan 17 en heeft zijn eerste computerprogramma's al gemaakt. Maar in Nederland worden de bureaus dan bezet door typemachines. Meneer Roest, bijeen met leden van het bestuur. Het is vrijdag. De uit te reiken getuigschriften moeten getekend worden. De cursussen die hier gegeven worden duren een week en worden op vrijdag afgesloten met een examen. Voordat de getuigschriften worden uitgereikt, worden de gebruikte machines grondig gereinigd en klaargezet voor de cursisten van de volgende week. Ter afsluiting komt iedereen bij elkaar in de kantine. Paul Kammaert overhandigt het felbegeerde certificaat. Hun ervaringrijke en met diploma op zak vertrekken deze jongelui naar huis. En dit was vandaag onze cameraman, Rien Ooms, adjunct-directeur van de landbouwpraktijkschool in Schoondijken.